De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind, is op bezoek in Suriname. De bewindsman is op zaterdag 17 december gearriveerd op de Johan Adolf Bengel International Airport en werd ontvangen door minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Partijen zullen in de komende dagen samen bespreken hoe er in de praktijk verder inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking op justitieel, politioneel en reclasseringsvlak. Kunt u aangeven wat het doel is van uw bezoek aan Suriname? Eerst de 19 december bijwonen de belangrijke toespraak die de minister-president Rutte gaat houden. En daarnaast was ik door de minister van Justitie en Politie, de heer Moxie, uitgenodigd voor een werkbezoek. En daar kijk ik enorm naar uit. Maar hij heeft me een ongelooflijk warm welkom gegeven hier in Suriname. En mijn voorbereiding bestond om puur te kijken waar we al op verschillende onderdelen, Suriname en Nederland, op justitieel vlak of politioneel vlak of qua reclasseringsvlak samenwerken. En ik ben heel benieuwd naar juist te kijken hoe dat in de praktijk eruit ziet. Ik heb de minister enkele maanden geleden ontmoet, ook in Nederland. En dat heeft ook geleid tot deze uitnodiging en tot dit werkbezoek. Kijk, van belang vind ik dat onze kennis en de kunde die we over en weer hebben, ook hier in Suriname is de nodige kennis en kunde. En ook dat wil ik ophalen en daar ook lering van trekken. En tegelijkertijd wat ik kan brengen uit Nederland aan kennis en kunde, dat gaan we gewoon delen en dat gaan we bespreken. Het is een werkbezoek en... We zijn bijvoorbeeld verleden jaar begonnen met de relatie Nederland weer nieuw leven in te blazen. In dat verband was ik in de delegatie van de president vorig jaar september. En daar heb ik ook mijn counterparts, ministers van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming in Nederland ontmoet. En dit jaar was ik in maart 2022 was ik dus ook... in Nederland en daarbij heb ik een bilateraal onderhoud gehad met minister Frank Weerwind en de andere collega van Justitie en Veiligheid. En we hebben een werkprogramma afgesproken toen, bepaalde onderwerpen besproken. En dit bezoek is op mijn uitnodiging en het is een voorzetting van de werkbespreking welke we toen hebben gehad. We gaan praten over mensenrechten. Over corruptie, aanpak van corruptie. We gaan praten over ondersteuning van Nederland bij wetgeving in Suriname. We gaan praten over reclassering, over het bureau familierechtelijke zaken. En over rechtshulp en bilaterale verdragen welke we willen aangaan.